De kinderen van Stichting Huizen Beteljada zijn vanmorgen op navraag van de directie voor labonderzoekingen geprikt door laboranten van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. John Codrington, hoofd van het lab, geeft aan dat er aanvraag is gedaan voor verschillende onderzoekingen en dat er hulp nodig was bij het prikken van bloed. En de doelgroep, dat zijn kinderen en jongvolwassenen die heel moeilijk te prikken zijn. We zijn dus met een team hier naartoe gekomen van 2, 4, 6, 7, 8 man om heel snel de 37 cliënten te kunnen prikken. Daarnaast hebben we, omdat wij dit zeker al 15 jaar of langer dan 15 jaar doen, hebben wij dus ook gemeend om het tehuis te vragen of of ze een cadeautje van ons zouden willen hebben. En dat wil natuurlijk altijd iedereen. En ze hebben aangegeven dat ze Pampers wilden hebben en melkproducten. Directrice van de stichting Kavita Mohan is het laboratorium heel erg dankbaar voor de hulp aan de kinderen van de stichting. Zij onderstreept dat de kinderen en jongvolwassenen zo zijn geboren en dat zij daar niet veel aan kunnen doen. Maar dit is waarmee we elke dag werken. Het is niet hun schuld. Het is gewoon het leven. En ik ben jullie heel dankbaar dat, dat jullie zijn gekomen om die service aan te bieden. Ook dat u heeft gezegd dat zodra er iets is, zodra er een kind geprikt moet worden, dat we een beroep op jullie kunnen doen. We waarderen dat heel erg. Dus, en ook de financiële bijdrage, die giftcard, is altijd welkom. We hebben hier in totaal, met de dagopvang, hebben we 60 bewoners in totaal. Er zijn in totaal 37 kinderen en jongvolwassenen geprikt. Daarnaast heeft de stichting ook een financiële bijdrage ontvangen.